Leuk aan deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie en vandaag speel ik weer Fortnite. Ik ben de Shifty Chefs en ik zie dat hier niemand anders is. Oh jawel, er is wel iemand anders. Oh, spannend. Oh, dit wordt zo spannend. Hey, hey, doe het niet daar! Oké, het is je boy Henkie, nieuw potje. We gaan kijken hoe die potje gaat, want voor het potje ging helemaal niet zo goed. Maar we gaan kijken of dit potje een beetje goed gaat. Ik hoop het wel. No! Oké, nogmaals, je boy Henkie. Een nieuw potje, ik moet het voor de zoveel keer. Oh, ja! Oké, het is je boy Henkie met weer een nieuw potje. Want het gaat waarschijnlijk vast weer goed. Dus we gaan een nieuw potje doen. En ja, ik denk dat het weer niet goed gaat hoor. Maar we zullen zien. Daar is Lucky Landings, daar gaat nooit iemand heen. Dus dan gaan wij maar dit keer hierop pakken. Dat is een goed begin, weet je. Gelijk naar beneden springen, geen damage krijgen. Zie je? Hoppa. Dan nemen we die in en dan gaan we gelijk hunten voor die andere guy. Gaan we hem pakken. Ja! Dat was mijn battle screech. Ik weet niet waarom ik dat deed. Maar let op. Dit is de manier hoe je potjes Fortnite wint met Henkie. Oh jee. Kijk. There we go. Let op. Ik weet dat die enemy hier ergens is. Dus, als mijn calculaties kloppen, zou hij hier ergens moeten lopen. Calculaties kloppen jullie? Heb ik gelijk? Kijk, Jotten te potten de totten. Nu kunnen we hem vinden. Hallo? Oké. Hallo? Er is hier iemand dood gegaan hier binnen. Daar, let op. Ik ga hem pakken, let op. Ik heb een idee, kijk eens. Oh jee. Blauwe shotgun. Alles wat ik nodig heb. Ah, wat goed dit. Wat een goede loot. Zit die voor die? Niet dat ik hem wil. Nee, niet voor die. Voor die stomme dinges. Die hoef ik helemaal niet. Hoe heet die minigun? Die hoeven we helemaal niet. We zijn veel te goed daarvoor. Oké, we hebben hem. Nu nog. Verder looten. Want er is zoveel meer loot die ik kan pakken. Alleen nog niet eens alles is geloot. Dus kijk. We kunnen alles nog pakken. Alles. Zoveel mogelijk. Oh, dit is wel dus geloot. Maar, dingen zoals dit helemaal nog niet. Dus kunnen wij nu ook looten. Helemaal alleen. Wat leuk. Ik hoor een kist. Ik weet waar die zit. Hij zit hier. Pien. Tada. Trucjes leren met Henkie. Wat leuk, hè? Oh, kijk, die willen we ook. Tada. En nu hebben we niet eens hele slechte loot. Cool. Hoppa. Ik hoor nog een kist. Horen jullie hem? Daarboven zit hij. Daar ook. Dus hier ook. Tada. Zo. Hoppa. En dan gaan we door. Waar gaan we nu heen? We gaan hierheen eventjes. We gaan alleen deze nog. Jotem! Die kunnen wij mooi gebruiken voor mijn loot. En voor mijn held. Oh, ik moet daar nou wel rennen. Oh, ik zie nu pas dat ik moet rennen. Dat wordt spannend. We moeten voor de cirkel wegrennen, anders overleven we het niet. Maar we hebben gewoon een goede loot. Weet je, we doen het zo. Het is altijd handig om de goede loot bij je te hebben, weet je. Goede healing items. We gaan maar, want ik weet niet hoe het anders af gaat lopen. Zo. Ik denk dat we maar nu moeten gaan. Springen dan, Henkie. Ah, there you go. Oké, we moeten die kant helemaal op. Zo, hé. Helemaal die kant op. Maar dat komt wel goed. Hoop ik, natuurlijk.
Ik hoor de kist, maar weet je, we gaan maar gewoon rennen, want anders gaan we straks nog dood door de cirkel. En dat willen we ook niet. Dus rennen, want de cirkel die gaat over 20 seconden al. Oh jee, dit wordt spannend. Rennen! Misschien komen we nog mensen onderweg tegen. Dat zou wel super cool zijn, die we dan kunnen killen, weet je, want we hebben een Scar. En een Scar is een goed wapen, joh! Oh! Daarmee kan je wel een aantal mensen killen, in plaats van zo'n stomme burst. Oké, okay, let's go. Let's go, yeet! Yeet! Let's go, yeah! Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat eindigen. Oké, Beam. Rennen! Rennen we dat, denk je? Ja joh, dat redden we wel. Daar redden we wel, joh. Au, joh. Makkelijk zelfs. Oké, maar we moeten wel gewoon doorrennen. Het is niet dat het zo makkelijk is dat we ook nog even stil kunnen staan, maar... We rennen dit wel, zodat dat is best goed. Maar we kunnen wel even het steen hakken hier al bijvoorbeeld. Kijk, daar komt Shifty Shift. Au, joh. Hé, dit is zo gehakt. Die was zo van gehakt. Ik zit op het spoor van een enemy. Daro. Gevonden. Gespot jij. Brutale enemy. Kijk, hier is hij zo naar beneden gegaan. En toen zonder damage, zie je? We gaan zijn pad volgen. Het pad van enemy. En we gaan hem... Ah, kijk, dit is zo leuk. Ah. Krijg ik eindelijk een keer de victory. Ja, maar we zijn echt zieke detectives hier. Kijk, we volgen zijn spoor. En dan pakken we hem vast wel. We zijn sluipmoordenaar. Wat? Ah. Ah, dit is zo cool. Beam. Rennen. Ik denk dat we hem wel... Kijk, hij is hierheen gegaan. Doe vanaf hier. Hierop. En vanaf hier... Is hij door omhoog gegaan. En nu staat hij hier ergens. Helemaal daar beneden al? Nee, toch niet zo snel? Dat kan amper, joh. Even niet rennen. Oh, hier, kijk. Is hij zo? Zo gegaan? Zo gegaan. En daar loopt hij. Kom op. Ja, ik heb hem. Die detective tactiek werkte. Ah, Henkie, dat weet je toch weer goed. Dat je dat gewoon weer kan. Zo. Helemaal alleen. Dan heb je ook weer resources. En nu komt de andere tactiek. Let op. Deze tactiek heb ik ook zelf geleerd. Ik noem het de bouw omhoog, anders ga je dood tactiek. En hak deze boom in procent. Dat hoort van mij. Zo, en deze ook maar. Doe maar deze boom ook, dat hoort ook in het proces. En dan zo. Oh nee. Let op. Gaan we sneaken? Want we zijn sluipmoordenaar. We zijn een sluipmoordenaar natuurlijk. Let op. Ah. Spannend. Oh, we zijn bij Tilted Towers. Oh. Oh jee. Hallo. Oh, je mag overkant naar. Oh, hier ook, kijk. Oh, shit. Dat was niet zo slim. Dat was niet slim van Yankee. Let op. Oh jee. Kom op, Benkie. Ja! Tadaa, we hebben een sniper! Maar, deze moet eerst kapot. Daar staat de trap. Doe het zo. Hoppakee. Zie je wat we gedaan hebben? Wat een goeie. Oh, ik ben zo goed aan het worden hierin. Een RPG! Ik ben zo goed. Gewoon een RPG gevonden. Moet je nou eens zien. Komt toch wel goed. Ik heb echt goede loot, zeg. Niet normaal. Wat voor een loot ik heb. We moeten wel door. We moeten heel snel doorrennen nu. Anders ga ik uiteindelijk dood door de cirkel. Nou, daar heb ik ook helemaal geen zin in, hoor. Om dood te gaan door de cirkel. De verdomde cirkel. Okay, maar we moeten wel echt nu gaan rennen. Dat ben ik ook aan het doen natuurlijk, maar wel snel. Jammer dat ik geen launchpad heb. Maar ik heb wel veel resources, zeg. En 3 kills. Ah, wat een potje toch. Gewoon doorrennen. Beam. Oké, zoals dit.
Gewoon doorrennen, denk ik. Dus vast niemand hier. Oh. Iedereen is ook aan. Oh nee. Oh jee, gewoon doorrennen. Je moet doorrennen, namelijk. Je wil niet dood door die stomme cirkel. Dat is het laatste wat je wilt vandaag. Dus wij nemen de rechterkant. Want de linkerkant is te gevaarlijk. Omdat je dan in je poepers gepakt wordt. Gewoon doorrennen. Ga vast wel wat mensen dood door de cirkel die niet opletten. Of die gaan heel veel damage krijgen. En jij niet, Henkie, want jij bent slim. Jij was te slim voor die cirkel. Jij dacht van, haha, weet je. Wij rennen vast door. We gaan niet wachten. Voordat we opgegeten worden door de cirkel. Ah. Rennen, gewoon doorrennen. Bim. Moet oppassen voor mensen natuurlijk hoor. Want het blijven natuurlijk wel overal enemies. Maar goed. We hebben in ieder geval wel eventjes iets goeds gedaan. En dat is namelijk... Wacht, wacht, nu gaan we wel linksom. Want, ik wil niet met het grote open gedeelte hier. Oh. En dan word je helemaal gesint, weet je, van alle kanten. Dus nu gaan we lekker hier en dan wachten we ze gewoon op. Wat dacht je daarvan? We wachten ze op. Zij moeten deze kant op komen. En ik ben er al. Want ik was slim. Ook al. Ja, zijn hier ook al mensen misschien in Tilted Towers. In Tilted Towers in... VE. Hoe heet het ook alweer? Pleasant Park. Dat ja. Daar kunnen ook al mensen zijn natuurlijk. Ah, ik moet bovenop die berg zien te komen. Daar. Dat is waar ik moet zien terecht te komen. Oké, rennen. Kijk hoe snel die cirkel gaat. Ik ben zo blij dat ik al ben gaan rennen. En heel Tilted Towers is al opgegeten. Terwijl ik daar ook nog zat. Oh jee. Hallo. Waar? Wie heeft wie gekild hier nou? Hebben jullie elkaar gekild? Mag ik kijken? Of weet in ieder geval wie gekild heeft en waar? Zodat ik niet, weet je, een verrassingsaanval op me krijg. Wat ik eigenlijk wel denk, nog steeds. Van de andere kant gewoon. Ik sta hier heel dom. Henkie? Oh jee. Oh! Ik heb hem gewoon gehit! Haha, get destroyed! Noob! Get destroyed! Ah, jammer dat hij dood is. Natuurlijk, maar... Oh jee. Hallo? Wie schiet er op mij? Welke stommerd schiet er op mij? Wow, rustig aan! Stop eens! Met zo stom zijn. En welke stomme schiet er dan ook op me? Hallo? Oh, daar ook. Oh. Die daar. Wow, rustig aan! Doe eens niet zo gek! Ik heb een idee, let op, let op. Let op. Hij miste, daar ook. Kijk, ik werd in mijn poepet gepakt, zoals voorspeld, weet je? Zoals voorspeld. Maar dan gaan we hem ook gewoon gelijk ditchen, want hem hebben we helemaal niet nodig. Die jonge Daro. Die jonge kerel. We hebben natuurlijk onze eigen spot nodig. Volgens mij werd ik beschoten. Nee, nee, niet. Niet. Ik werd niet beschoten. Ik ben gewoon aan het rennen. Ik ben vredig. Het maken is spannend! Ik heb een idee, let op. Wow, we moeten helemaal daarheen? Goedemorgen zeg! Dat is echt een stuk hoor! Helemaal daar! Ik heb bijna Victory Royale, jongens. Het zou mijn eerste zijn! Ah, wat cool! Ik heb wel weinig ammo. En deze moet... Die is gereload, die is gereload. Alles is gereload. Tidididi! Als zij elkaar maar lekker afkillen, vind ik het goed hoor. Dan pak ik wel de probeer ik wel de laatste kill te pakken. Zo, die cirkel die gaat weer lekker hard. Nou, wij zijn weer voorbereid. Weet je, we gaan helemaal naar het uiteinde van de cirkel. Dus helemaal daarheen. We gaan daar proberen te doen. Moeten we wel wegrennen natuurlijk. Want zo die enemies komen weer in ons rug. Zoals gewoonlijk, weet je. Oh, kijk, daar loopt iemand. We hebben hem gepakt.
Gekild. Geliminate. Tadaa. Zo doen we dat. Oké, nu nog even kijken. Weet je. Misschien dat hij nog wel goede loot. Dat zou wel heel nice zijn. Er zijn nog 5 mensen live. En ik ben er 1 van. Oftewel nog 4. En ik heb 4 kills. Dus dit kan ik. Dit is mogelijk. Ah. Kom op, jongens. Oké. Wat heb jij? Ah, jij hebt op zich wel goede loot. Jij hebt vooral ammo wat ik wel kan gebruiken. Zie je? Sniper ammo. Ah. Wow. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Weet je, mensen verwachten altijd dat je op een plek blijft zitten. Terwijl de echte Fortnite tactiek is van je plek verdwijnen. En dan niet meer terugkomen en hopen dat je maar gewoon overleeft. Dat is de echte Fortnite tactiek die niemand echt goed kent. Maar die weet ik wel. Natuurlijk. Kijk. En dit is nou de tactiek. Die je goed moet leren. Voordat je Fortnite gaat spelen. ik weet ook eigenlijk helemaal niet wat ik zeg. Oké, van alle kanten kan je natuurlijk beschoten worden. Hij is nu bij mijn fort. Is hij bezig? Kijk. Dat is ergens daar al. En anders komt hij mijn kant op. En daar is een enemy. Daar op 195. Die heeft een deurtje gemaakt richting mij. Er zijn nog 3 anderen alive. Nog 3 enemies. En ik ben er 1 van. Oké, kijk, hij loopt daar al. Maar ik ben wel een heel makkelijk doelwit hier al. Ik kan zo gesniped worden, weet je. Hij maakt ook zijn fort. Rustig aan. Doe eens rustig, nee. Doe eens niet. Hey. Waar komt het vandaan? Daar al. Doe eens niet. Die andere gaat natuurlijk ook proberen te snipen. Misschien heb ik hem wel, wie weet. Ah! Oké, die dacht, die andere die aimt ook op mij, zie je? Ik zie zijn hoofd daar, oh, kijk. Dat is zijn hoofd. Dat daar, oh. Ja, ik zie je wel. Jonge man. En die andere ziet mij ook. Maar waar is de derde? Die is... Oeh, hey, ga eens op elkaar schieten in plaats van alleen maar op mij. Die jonge jongens. Die reloaden we ook even. Oh, rustig aan. Rustig aan. Cirkel komt... Oh, hallo, hoe kom jij? Hoe komt die nu? Oh, die heb ik zelf gebouwd. Wow, rustig aan. Ah, die was zo dichtbij. Maar jij bent er 1, Daro. En jij links van mij. Maar waar is die derde? Waar is die derde? Wie is die derde? Hallo? Oh, daar. Kijk, die pakken elkaar nu. Geef mij tijd. Om daarop te schieten. Mooi daarover. Vind ik helemaal goed. Dat doen ze. Kijk, die zijn daar op een case. Zie je? Die zijn elkaar aan het killen. Oeh, rustig aan. Ik wil niet gesnijpt worden natuurlijk, hè. Dat is niet de bedoeling. Ze schieten die muren kapot, zodat ze me kunnen zien. Wat een stommerd zegt telkens. Hoe gaan we dit oplossen? Zoveel mensen. Ah, nou zoveel, zo weinig. Iedereen ziet mij natuurlijk gewoon. Hey. Oh. Hij ziet mij niet. Let op.
Let op. Let op. Let op. Henkie is bang. Henkie is heel bang. Die guy in het fort die gaat natuurlijk winnen, dat is logisch. Ja, nu komt het er allemaal opnieuw wie die gaat winnen hoor. Ik denk de jongen in het fort hier ook. Dat kan je winnen, ik wel. Kom op, dit kan je winnen, jongen in het fort. Oh nee! Dit is makkelijk te winnen. Ja, makkelijk, makkelijk, ja! Haha, oké jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer in de volgende video.